Hey hallo, welkom bij een nieuwe video. Ik ben hier vandaag met mijn maatje Tobias. En ik neem deze prachtige winkel over. Henk van Engel is vandaag van mij. Toch Alex? Zeker weten, fashion. Ja. Nee, ik heb vandaag mijn eigen hengelsportzaak. Wordt superleuk. Ik ga klanten helpen. Ik ga oude tijden herbeleven, want ik heb ooit in een hengelsportzaak gewerkt. Dus ik weet wel een klein beetje hoe je klanten moet helpen. En ik denk dat ik ook misschien wel wat van vissen weet. Wordt gewoon leuk. We gaan kijken of we wat kunnen verkopen. Aan het eind van de dag ook nog even een karpertje proberen te vangen, denk ik. Zo'n beetje tegen het schema als we dicht gaan. En we hebben natuurlijk binnenkort de streetfishing competitie. Die wij samen organiseren vanuit deze winkel. Wordt superleuk. Ik ga jullie vandaag een klein kijkje geven van deze winkel. Hoe het hier uitziet. En dat ga ik natuurlijk doen met niemand minder dan Tobias. Ik Henk van Hengel, a.k.a. Haarlijn on Fleek. Ja, maar je baard is wel echt een beetje een... Ik de Nederlandse baard van Leusden. Jezus. Mijn baard is niet zo lang als Alex en snor. Ja, maar toch moet hij er wel een beetje af, hoor, maat. Kijk. Nou, dat is nog wel redelijk. Redelijk groot verschil. Sukkels. Nee, maar het gaat sowieso een leuke dag worden. Ik heb er zin in. Ik hoop dat jullie er ook zin in hebben. Vandaag een ander vlogje, maar we gaan uiteraard ook nog even vissen. We hebben een speciale klant. Wat voor klant? Nee, een klant. Oh. Geen plant? Nee, niet die. Ja, een plant. Ja, dat is een speciale plant. Ja, nee, deze meneer die heeft wat meegenomen. En dat is best wel cool. Hij heeft zijn oldschool gear meegenomen. Maar dit doet mij echt denken aan mijn kindervistijd. Ja. Toen ik 12 was, viste ik wedstrijden. Had ik ook, wij noemden dit de kanus. Ja? Ja. En dat is dan een oude zitkist. Maar moet je kijken, man. Dit is allemaal nog hout. Maar moet je kijken. Sumo. Moet je kijken wat er allemaal in zit. Gast. Dit is oud, jongen. Ja. Dit is van onze kindertijd, man. Sumo had ik ook altijd, ja. Ja, kijk. Ja. Fox met gulden. Nou, meneer. Hi. Hoi, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u ons misschien laten zien wat u al mij mee heeft genomen? Van de meeste weet ik niet, want ik heb van mijn schoonvader gekregen. Ja. Ik heb het gevoel dat inderdaad alle molens natuurlijk even oud zijn qua draad. Yo, weet je, ik ga er gewoon even naar kijken voor je. Ja, dit is wel... Sales style ook. Nou, iets wat ik heb waar ik wel... Een hele oude matching van Silstar. Ziek, hè? Dit is echt cool, gast. Ja, dat is echt bizar. Ik zag gelijk al die Silstar hoes. Oh, vet. Dit is een hengel. Deze is gemaakt om mee te witvissen met een dobber, met een molie. Maar dit zijn hengels. Dit is prachtig. Hiermee kan je prima penvissen op karper of op brazen. Super multifunctionele hengel. Dit is echt een super mooie hengel. Ze zeggen dat dit een match hengel is, maar ik zou deze... gebruiken voor de pen op karper. De lengte is perfect. Klein molentje zetten, 2000 zelfs. Gaan we even kijken. Als je hier 25 onze nylon opzet, karperpennetje, kan je prachtig in de slootjes van de karper vissen. Dit is echt een super mooie hengel. Ja, dat is bizar, hè? Deze hengel is niks mis mee. Het ziet er super netjes uit. Maat, draai hier even een keertje aan. Ben je naar 4 gehaktmolen? Helemaal kapot. Ja. Draai hier eens aan. En dan geef ik je gewoon een molentje van... Voelt zwaar. 18'tjes. Dan moet je hier eens aan draaien. Ja.
Oké. Ja, met de techniek van tegenwoordig. Ja, je ging zo snel. Ik ben nu door het spullen even aan het heen lopen van deze meneer. Maar er zitten echt hele leuke spullen tussen. En ook het merk Silstar heb ik vroeger veel mee gevist. Ik had nog een hele oude penhengel van Silstar. Die was helaas gebroken. Heb je dit wel eens gezien? Wat is dat dan? Dit is een dood aastakel. Oh ja, kijk, met die twee haken erop, ja. Kijk, deze prik je in je aasvisje. En deze staat er zo buiten. Is al mooi. Dit is ook een collectors item, deze. Dit zijn van die garage sale juweeltjes. Ja, dat is een mooi spul. Zo, even een lijntje opspoelen voor deze meneer. Bent u tevreden met de service? Ja, zeker. Ja, mooi. Vooral als je zegt dat er zo'n hengel dat je zelf zou willen hebben. Ja, ja, ik vind het een mooie hengel. Het is echt een toffe hengel, ja. Ja, ja, ik vind het leuk. Ik hou wel van dit soort dingen. Echt zo'n oude grafiethengel, buig mooi, lekker langzaam. Super hengeltje met de pen op karper. We gaan er even een mooi molentje onder zetten. We hebben gekozen voor een mooi spinmolentje. Komt 25 ons nylon op. Kan deze meneer lekker pen vissen. Ik ga even het een en ander klaarmaken. Ga ik u nog een paar stekjes geven? Ja, gaan we wel vissen. Lekker. Top. Zo. Nou, we zijn lekker bezig hoor. Aardig wat klantjes gehad. Ik heb net echt een superleuke klant geholpen. Een jongeman met spullen van zijn schoonvader. En echt waar. Er zaten echt mooie spullen bij. En ook gewoon leuk om te zien. Deze man had gisteren gebeld. Die kwam voor wat tips. Kwam in de winkel. Hij had geen verstand van vissen. We hebben even kritisch gekeken naar zijn materiaal. Er zaten een paar mooie spullen bij, dus die hebben we niet vervangen. We hebben alleen een molen voor hem vervangen en zijn oude lijnen. Ik heb hem wat klein materiaal meegegeven en deze meneer die gaat morgen op een stekje die ik hem heb gegeven hopelijk een karper vangen. Dat zou vet zijn. Maar ja, van het harde werk krijgen we natuurlijk wel honger. We hebben een leuk aantal klanten in de winkel en ik hoop dat vanavond met de koopavond lekker druk en gezellig gaat worden. Nou, we gaan even lekker broodje eten, want daar is natuurlijk gewoon weer tijd voor. Hoppa! Kijk, het is nog gezellig ook hier zo in Leusden. Het is gewoon mooi. Moet je gewoon hier eens komen met je ja, familie of je vrouw. Dan zit je niet lekker af hier zo om wat lekkers te eten. En dan kom je gewoon shoppen in de winkel. Dat is toch super? En we hebben hier natuurlijk super veel mooi viswater in de buurt. Want je zit op een steenworp afstand van Amersfoort. Maar hier een paar meter vandaan heb je al het Valleikanaal. Waar dikke snoekbaarzen, roofleien, lindes, snoeken, brasems, karpers zitten. Tja, je zou zelfs rechtstreeks vanuit de winkel gewoon kunnen gaan vissen hier zo. We hebben weer een tevreden klant. Yes, het gaat lekker man. We hebben goed geadviseerd. Ja. Hij gaat mooie sheds kiezen om mee te nemen. Ja. We hebben hem een goede stekker gegeven. Mm-hmm. Ik denk dat deze man gaat vangen. Hé, hey, kijk, ik je held. Ook. Ja, hazes is gaande ook hier man. Het is gewoon een en al gezelligheid. Dus. Ja, sheds verkopen en hazes luisteren. Dat is wat we doen vandaag. Heb je het allemaal kunnen vinden? Ja, prima. Ja? Ja. Een paar mooie stekken erbij. Ja. Nou, we moeten maar eens even kijken hè, of deze shitjes het allemaal gaan doen. Maar kijk, allemaal mooie merkjes. Nee, zie ik. Kaitechjes. Maasterlijke spullen dit. Ja, dat hebben wij. Gewoon goede spullen uitgekozen. Ja, sowieso. En als het dan ook nog super goed is samengesteld door Meesterbrein. Zo'n assortiment dan, ja. Kan het niet misgaan. Nee, moet jij die baard niet eens even een klein beetje trimmen? Ik heb hem vorige week, nee, 2 weken geleden heb ik hem korter gemaakt. Nee? Het is gewoon een soort stijltje, man. Een soort outdoor look, toch? We zijn in de outdoors. En dan heb je zo'n perfecte haarlijn. Ja, dat is niet normaal, hè. Ik vind het ook echt krankzinnig, man. Maar moet je kijken, het is gisteren allemaal nog geregeld. Het is allemaal nog mooier gemaakt. Ja, jij dacht natuurlijk voor die video moet wel even... Nee, het is altijd elke vrijdag om de 2 weken. Dus dat was toevallig deze vrijdag. Ja. Of donderdag, sorry. Wat een swag, jongen. Ja, is niet normaal. Oeh, maar gaat lekker vandaag. Ja, gaat top. Gaat leuke top. Leuk. Dag, leuke mensen, ja. Veel animo. Ja. Ja. We hebben iemand, een stagiair die de kassa beheert vandaag. Ja. Echt lekker bezig ook. Stagiair. Hou op man. Nee, gaat helemaal goed. Yes, top, dankjewel. Dat is gewoon de vaste kracht. Ja, dat is niet normaal. Beveiliger en kassa dan. Ja, precies. Dus, jij hebt ook mooie spullen uitgekozen. Met een beetje. Ja. Ja jongens, lekker. Jij gaat vandoor? Ja. Dit is niet normaal. Dit is helemaal niet normaal. Kijk dan. Oh. Dit is een leuke aflevering. Volgens mij kom jij hier ook in voor, of niet? Ja, eerste keer dat ik in de video zat bij jou. Ja. Dat was echt leuk. Kijk, daar is ie! Oh. No. Ja jongens, voor alle tips in en om en nabij Amersfoort moet je sowieso hier zijn, maar voor andere tips natuurlijk ook. Maar Amersfoort, dat is de hometown van deze man, hè? Ja, ja. Daar kun je alles stekken. Van karper tot witvis. Alles. Van snoekbaars tot snoek. Zeebaars. Hey, Toe, jij bent zo'n enge verzamelaar, toch? Ja.
En je bent al eens een beetje zo'n beetje van de trends uit Amerika, met je peetfinesse. Kijk dit dan, jongens, dit is wel echt. Dat is ziek, hè? Dit is echt. Als seks een machine zou zijn. Pornografisch. Maar jij gaat maar even die hengel laten zien, want dit is baitfinesse. Dit is een Japanse stijl van vissen, ja. Waarbij je met een reeltje extreem lichte aasjes gooit. Daar heb je zo'n speciaal hengeltje voor. Maar wat ik eigenlijk interessant vind, en waar ik je even voor wil vragen, is jij bent zo'n beetje zo'n verzamelnerd met rare aasjes. Ja. Maar jij hebt hier nu, ik zit net te kijken en te spieken, jij hebt hier zo'n mooi kastje staan. Ja. En bovenin staan de molens. Maar daaronder heb jij een kleine verzameling aan wat dingetjes. Kun je eens laten zien wat je hebt staan? Ja, dat heb ik zeker. Ik heb hier Pokémon lures. Ja. Dan hebben we topwater. Want daar heb ik vorig jaar met Jos een video mee gemaakt. Ja, het meeste komt ook van Jos vandaan. Ja. Dus wat hier staat, Jos heeft volgens mij ook alles van dit. Dus uit Japan, shout out naar hem. Ja, hier heb ik vorig jaar dus een video mee gemaakt. De Kingyo. Dit is geniaal. Een goudvisje. Van Lucky Craft. Kan ik er eentje van jou kopen? Want dan kan ik daar een mooie video van maken. Nee, sterker nog, je gaat er eentje van mij krijgen. Nee. Ik koop zo'n goudvis. En als deze video 1000 likes krijgt, dan ga ik er een video over maken. Dat vind ik een goeie. En als die video 2000 likes krijgt, dan ga ik met Daniel een challenge ervoor doen. Dat is goed. Dus dan doen we allebei de goudvis challenge. Dat is goed. Ik heb van Lucky Craft ook pencil baits. Ja. Letterlijk genomen pencil baits. Kijk dan even. Een pencil bait, dat is eigenlijk gewoon een soort langwerpig oppervlakte aasje. En dan hebben ze hier gewoon een potlood nagemaakt. Dit is ook geniaal, gast. Zijn deze ook te koop of is dit verzamelaarsobject? Ja, die zijn wel te koop. Ik denk als je op uitjapan.nl gaat kijken dat je dit soort dingetjes wel tegenkomt. Bij Jossie. Ja. Bij Jossie. Ja, absoluut. Jossie die... Ja, maar dit is gewoon jouw persoonlijke verzameling eigenlijk, ja, hè? Dit is niet... Nee. Dit is niet te koop. Dit is ook gewoon puur voor het leuk om te laten zien van... Maar moet je die dan niet eigenlijk eentje hoger zetten? Ja, dat moet ik. Eigenlijk wel, hè? Eigenlijk moet je die verplaatsen met die. Ja, ik wilde eigenlijk nog een soort mooie vitrinekast. Ja, je moet even een glazen vitrine hebben. Mega Bass Gong. Ah, wat is... Sick. Dus King Kong, of niet? Gong. Wat een raar ding, hè? Ja, gaaf, hè? Japanse spul, hè? Ja, super tof. Is leuk. Het is ook leuk challenge materiaal om een keer gek te doen. Ik heb ook nog allemaal van die AliExpress rommel. Dat is ook wel vet. Kunnen we ook weer mee starten als zometeen het seizoen weer open is. En het roofvissen weer een beetje losgaat. Ja. Want ik heb heel veel spullen vorig jaar gekocht. Dat is wel echt tof. Ik heb heel veel spullen vorig jaar gekocht voor de AliExpress challenge. Alleen ik heb een beetje laat gekocht. Winter was daar niet echt een geschikte periode voor. Maar zometeen de zomer gaan vissen altijd weer helemaal los. Dus dan gaan we daar weer mee aan de slag als je het leuk vindt. Wat heb je nog meer van moois? Niet alleen outfits zijn drippy. Kijk. Maar ook de kikkers kunnen tegenwoordig drippy zijn. Van OSP. Nice. Drippy Frog. Ja, dat is ook echt gek. Zijn ook bij ons te krijgen. Dus goedemiddag. Goedemiddag. Er ligt nog meer leuke spullen. Maar in ieder geval, 1000 likes voor de goudvis. En 2000 likes doen we samen challenge. Wedstrijd challenge. Jij gaat even een demootje geven zo. Het is natuurlijk gesloten tijd, dus je mag met kunstgras gooien zonder haak. Oké, meneer, laat eens even zien. Wat heb jij voor moois? Dit is niet hier te krijgen. Binnenkort gaan we wel BFS dingetjes krijgen. Dus Curado's, Aldebaran's. En waar is dat BFS voor? Baitfinesse System. Dat is eigenlijk in principe het ultralight vissen met een werpreel. Dus ja. Het is vooral heel cool. Tenminste, vind ik. Het is een beetje vanuit Japan komen overwaaien. Ja, het is veel mensen in Japan of veel vissers in Japan vinden het toch prettig om met een reel te vissen. Toen hebben ze reeltjes uitgebracht die... Heel klein kunsthaas kunnen gooien, toch? Klein kunsthaas, korte afstanden, hele ondiepe spoeltjes. Spoeltjes van 8 gram ongeveer. Ja. En het is echt superleuk. En je kan het ook goed gebruiken voor streetfishing. Ja, juist. En we hebben een prototypje eraan. Ja. Deze is ook nog niet op de markt, wel binnenkort, van Nees. Klein plugje, mini plugje. En normaal zouden mensen hier moeite mee hebben, want dit weegt 5 gram of zo. Ja, die kan je niet met een normale werpreel kan je die gooien, maar ik ga dus laten zien dat het wel kan. En ja, het is gewoon heel cool. Kom ook even mee. Goed, we gaan eens even kijken hoe deze man dat doet. En dan gaan we weer snel in de winkel, want Jeffero staat er in zijn uppie. Nou, kan dus zelfs met dit kan je heel makkelijk een zijwaarts worpje maken. Wacht even hoor. Als jij nu een pruik gooit, hè? Ja, gaan we dan lachen? Dan ben je ontslagen. Oké. Och. Ja, kijk, je legt ze dus gewoon echt als een spinhengel leg je ze neer. Ja, en dan nu een snoekhaken zonder haken. Er zit er ook nog speciale techniek voor, want ik zie je echt een soort zwaaitje maken, hè? Dat kan, ja, het heeft gewoon te maken met de ruimte die je hebt. Kijk, bovenhoofd gooien bij bomen is niet zo handig. Nee. Maar je kan een zwaaitje maken. Kijk, het mooie is, je kan hem dus helemaal afstellen. Dit is magneetrem, denk ja, ik? Ja, dus ja, braking system, dus ik zet hem nu iets lichter, omdat ik voel dat hij iets tegenhoudt. Thank you.
Ja. Als we de goudvis challenge halen, dus als we 2000 likes halen op de video van vandaag en we gaan de goudvis challenge doen, gaan we dat doen op een BFS setup. En jij gaat meedoen. Jij gaat een BFS setupje van mij pakken en dan gaan we dat samen proberen. Ik denk dat heel cool is. Is goed? Ja? Deal, staat ie? Ja, is goed. Ik denk dat we snel wel weer naar binnen moeten, want er staan sowieso nu klanten op ons te wachten. Ja, gaan we even naar binnen. Ah, ik wil eigenlijk wel een verworpje maken. We doen gewoon alsof hij een hele mooie worp heeft gemaakt. Lees aasje weg. Worp nummer 1. Zal ik hem halen? Ja. Oh my god. Weet je wat Theo weer zei? Ja, zijn prototype, als die kwijt zijn, dan is Dustin boos. En ik had helemaal niet gezien dat er een kabel hing. Ik gooi hem zo over die kabel. Man gooit hem in de eerste worp over die kabel heen. Ongekend. Er zit maar 80 meter lijn op, hè? Even netjes binnendraaien. Kijk deze vis ninja. Ongelooflijk, kijk hier. De man, één met de wildernis. Wat een atleet. Dat is niet normaal. Wat is er nou gebeurd, Weijers? Kan je hem niet naar je toe trekken? Kijk, wat een professional. Ik zie niks mis. Nee hè, dit was allemaal part of the plan, ja zeker. Lekker. Ik snap het in de winkel, maar ik heb hem nog. Lekker. Je kan het stoer doen. Nee, ik heb geen aardappel zat. Het blijft dan wel hoor. Mm. We hebben een speciale guest. Wat is dit dan? Hey. Hey. Hey, dit is jouw winkel toch? Hallo, welkom. Hey, goeiedag. Hi. Ik wil graag een fundage kopen. Om dat kan. Een vis mee te vangen. Kan dat? Ja. Ja. Ga jij mij laten zien welke ik moet hebben? Ja, dat is goed. Nou, we hebben hier dus allerlei aasjes, maar ik zou jou voornamelijk dan dit aanraden. Dit heb je vast nog nooit gezien. Ja, oké. Okay. Maar wat vang je daar dan mee? Kan je, weet je, dit zijn blinkertjes, toch? Ja. Wat zie je eruit? Yo, ik heb gewerkt de hele dag. Wat ben je bruin? Nou ja, dat is alleen maar olie en vet. Moet je kijken? Ja, ik ben super. Wat heb jij gedaan? De hele dag gewerkt. Vet en olie en dingen. Waar was je? Was je hier in de buurt? Nee, ik was in IJmuiden. Oh, maar je komt hier langs ongeveer. Ja, oh ja. Dus je dacht, ja. Kom even spieken. Ja. Moet je mee eten? Straks. Weet ik niet. Misschien? Ja. Kan. Denk ik wel. Fantastisch. Was die van mij? Ja, dat was van mij. Een soort. Hij is best wel lekker. Ja, hè? Ja, dat is echt nice. Dat is echt goeie. Ik run vandaag de winkel, dus. Alle problemen moet je bij mij zijn. Nou jongens, ik heb even lekker eten voor jullie gehaald. Hey boys, eet smakelijk. Dankjewel. Eet ze. Mm. Nou, we gaan lekker smikkelen. Helemaal goed. Hondje? Nee, even een klopje. Ja. Ik ga waarschijnlijk binnenkort op paardenwerk in. Dit is wat ik vandaag koop. Wat is dit? Koolijf. Mini bullet weights. 0,9 gram. Wat moet je hiermee? En 1,8 gram. Ja, weet ik niet. Vind ik wel vet. Ja, dat is wel cool. Neem je hengel mee. Ik neem er 3 mee. 5. 6. Vanaf karpen vangen in het donker. Doei. Lekker. €2,58. Gaat dat zo mee? Ja. Bedankt. Top. Succes, ja, van de dikke, hè? Ja, ja? Ja. Je komt gewoon op de video, wel lekker. Nice. Hey Maat. Yo. Gaan we vissen? Ja man, let's go. Ben je tevreden? Ja, was echt een leuke dag. Superleuk, echt geslaagd. Mensen leuk geholpen. Man. Daniel heeft laten zien dat hij echt goed mensen kan helpen in een winkel. Dus ja, top dagje. Mooi, heb je voldoende voor mijn stage? Ja, zeker. Zeker, een 8. Niemand kan perfect zijn, maar jij zat er aardig dichtbij. Mooi, laten we nou gaan vissen. Yes, let's go. Hey. Hoi. Brood. Brood. Spinengels. Redren. Karperschepnetje. Redren. Vlieghengel. Vliegschepnet. Ah, pas wel een klein karpertje, zijn mini karpertjes. Ja, maar dat is prima. Onthaakmaatje hebben we. Ja. Gaan we een karpertje vangen? Ja, sowieso. Okay. Met Redren. Ik ga even brood voeren. Ja, we hebben echt kort, want het is al een schemer, het is 9:30. We hebben net echt een leuke dag gehad, maar ja, het is nu nog even snel voeren. Kijken of wij een karpertje kunnen vangen. Het zou mooi zijn,
Dat zou echt leuk zijn. Ik zal die doen. Volgens mij zag ik al wat. Gaan zitten de knijten veel, man. Ik zie gewoon letterlijk overal het riet bewegen. Voel voor korstjes. Misschien dat ze opkomen. Zo. Even wat korstjes erin gedumpt. Volgens mij zag ik er net al eentje happen daar in de hoek. Ik zie het riet bewegen. Ze zijn volgens mij ook al braas aan het paaien. Er zit echt knijters veel karper. Meestal zo'n hoekje van de korst. Ja. Kan je er mooi aanprikken. Ja, dat doe ik ook altijd. Echt? Ja. Nice. Ja, maar dit heb ik ook, hè? Kijk, wow. Voor de big bands. Oh. Je kijkt daar die kringen allemaal. Je moet gewoon even wachten tot je er een ziet happen. En dan gewoon erop leggen. Ja, precies. Dit is altijd de beste truc. Geef die eend gewoon die hele boterham. Die eend maakt ook kringen in het water. Maakt het wel lastiger om te zien. Oh, dat is een alarm. Ja, die jongen zit hier naast de pieper. Ja. Let op. Ja? Alec. Hier zitten er 3 te happen. Bij die eend. Al dat brood op. Maar je moet hem zachtjes wegjagen. Hij ligt achter die eend. Ja, precies daar. Ja, laat hem daar maar liggen. Ja, hij had. Oh, hij miste hem. Kijk dan, jongen. Ja, daar ja. Er zitten er echt 3 of zo. Oeh. Nee, die eend. Je eend. Ja. Ah. Precies tussen jullie in. Kijk, Alec liggen ook. Masterlijk. Ja, Alec liggen, jongen. Wat een baas. Ja, Alec. Ja! Lekker, maat. Ga die jongen helpen. Haal dat schepnet. Ja, ren naar die jongen toe. Oh, wat ziek. Goud. Ik film het even vanaf hier, dan kom ik zo naar jullie toe. Dit is echt geniaal. Met de vliegvis schepnet uit mijn auto. Heb je een onthaakmatje? Ja. Nice. Hebben? Ja. Lekker, maat. Yeah. Nou, binnen 10 minuten karpervang is gelukt. Oh, jij lag er zo mooi voor. Ja, dat was echt geniaal. Leuk, hè? En zo dicht bij de winkel. Dit is 10 minuutjes rijden van de winkel. Ja, dit is een beetje het slagvisjes wat hier zit. Ja, superleuk, toch? Hij is ontzettend mooi. Ja. Echt cool. Vlak goud. Ja, super vet. Binnen 10 minuten inderdaad. Ja, het zit helemaal vol hier. Ja, joh. Er waren er wel 10 aan het aas op een gegeven moment. Ja. Cool. Echt mooi visje. Nou, laat me snel vrij gaan. Misschien kunnen we nog eentje vangen. Ja. Jij moet er ook zo vandoor, hè? Ja, ik moet heel snel gaan eigenlijk. Ja. Kijk, mooi. Ja, hij is heel mooi. Houdoe. En bedankt. Tik hem aan, maat. Ja, super. Nou, toch nog gelukt om een vis te krijgen in deze video. Geniaal. Kijken of we nog eentje kunnen vangen, maar ik ben al helemaal blij. Ik zal ook even een hengeltje pakken. Oh, je slaat hem mis, hè? Kak. Zit hier rechts voor mij nou een eend? Of? Ja. Oh, oké. Okay. Hoor je dat? Ja, recht, leg, die links. Kijk of je hem daar kan gooien. Daar kunnen we dan. Bukken. Mas! Ja! Nice, gast. Oh, dat gaat toch goed, kom maar goed. Gewoon voorzichtig. Wow. Ja, lekker. Hier heb je dus een knuffelmatje. Het is een mooi klein dik visje. Nou, wat een afsluiter. Vandaag helpen we Tobias. En we vangen 2 mooie karpertjes. Mooi schubkarpertje om het af te sluiten. Ja, topper man. Leuk man. Super mooi vis. Dit is echt zo'n typisch stadswatertje. Er zitten alleen maar van dit soort kleine schuppies en spiegeltjes op. Daarom hadden we ook gewoon even met spinnengeltje, een korstje even na het werk, half uurtje gevist, 2 karpertjes. Ja. Het is nu ook echt bijna donker, dus we gaan ook lekker mee stoppen. Maar het was absoluut de moeite waard. Leuk man. Dus, ja, leuk. Echt ja, mooi hè. Super. Dit zijn ook echt van die dingetjes. Als je gewoon klaar bent met werken, heb je het beste moment van de dag. Ga even naar het stadsvijvertje, gooi een korstje in, van een karpertje. Klaar is Kees. Mooi finish. Vlijbaan, wieetjoe!
Lekker, boys. Damn, ja, heerlijk, man. Nou, dames en heren. Kus. Dat was hem weer voor vandaag. Ja, hey, dat was top. Maat, ik vond het gezellig, ik vond het leuk. Ja, was echt gek. Ik hoop dat jullie een keertje gaan zien bij de winkel. Ik ben er regelmatig. En de 29e. Dan is die wedstrijd zondag 29 mei. Hebben wij street fishing wedstrijd vanaf Tobias. Winkel is 's ochtends, het is een zondag, zijn eigenlijk dicht dan. Maar ze is 's ochtends voor de wedstrijd open. En vanaf 2 uur 's middags tot denk ik een uurtje of 5. Ja. Dan is de prijsuitreiking. Kom gezellig langs, ook al doe je niet mee met de wedstrijd. Kom even shoppen of voor je zeggen. Is gewoon gezellig. In ieder geval bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken, want voor de 1000 likes ga ik die goudvis challenge doen. En voor 2000 likes doen wij een wedstrijdje met elkaar. Zou heel tof zijn. In ieder geval weer bedankt voor het kijken. En dan mazzel. Later.